Weekoverzicht van 20 tot en met 24 januari. Na een verbouwing die 23 weken duurde, beleefde de Hilversumse gemeente de feestelijke heropening van wijkcentrum De Kruisdam. Burgemeester Pieter Broertjes verrichtte de openingshandeling. Ik zeg dat u allebei is en dicht bij de natuur en er ook heel zorgvuldig mee opgaat. En dat u ook dicht bij de stedelijke bebouwing, de stedelijke ontwikkeling bent. Ja! Yo. Mijn naam is Alexander Hilbert. Ik ben sinds oktober de voorzitter van de Stichting Hilversumse Gemeente. Ik heet u allemaal nogmaals van harte welkom bij de heropening van de Kruisdam. Alexander, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was een hele klus om dit voor elkaar te krijgen. Het is een hele fijne klus geweest, omdat we heel veel steun hebben gekregen vanuit de gemeente Hilversum. En omdat we al 40 jaar kunnen putten uit een hele grote voorraad aan vrijwilligers. Die hier nadat het bouwbedrijf de ruwbouw af had, alles heeft gedaan in de vorm van schilderen, stukken, een loungebank in elkaar timmeren. Het is absoluut naar tevredenheid gegaan. En we waren ook heel blij dat we rond de intocht van Sinterklaas al wel het grootste deel van het wijkcentrum af hadden. Er waren uiteraard wel wat zorgen over. Maar zoals dat gaat in de bouw lopen dingen wel eens uit. Maar we zijn erg blij om hier vandaag te kunnen staan met een volledig voltooid wijkcentrum. Ik ging met pensioen en toen kwam ik een oud collega van de TROS tegen. Die heeft mij gevraagd om ik eens wilde meeluisteren op een vergadering. Dus ik heb eerst gezegd, nou, kom eens een keer snuffelen. En toen zat ik er met mijn pink in en ik zit er nu met mijn hele lichaam in. En zo is het ontstaan. Dit is een project van 23 weken geweest. Daar zijn we best druk mee geweest. Maar het is ook klaar nu. Dus het is, we gaan nu andere tijden tegemoet. Hoe belangrijk zijn de wijkcentra, de buurthuizen in de gemeente als Hilversum? Alleen maar belangrijker. Met de zelfredzame samenleving op komst en we moeten het allemaal weer zelf doen. We moeten allemaal voor elkaar vooral zorgen. Dan is het ook heel belangrijk dat er een ontmoetingsplek is in de buurt waar je elkaar kan ontmoeten. Zodat je elkaar goed leert kennen en dan kan je elkaar ook beter ondersteunen. Ja, in de gemeente is het super belangrijk. Ik ben ook heel blij dat de verbouwing gelukt is in de Kruisdam. Het was nog even lastig de afgelopen jaren, maar het geld is er gekomen. En een wijk als de gemeente met het middelpunt van een buurtcentrum, met ook de uitdagingen die komen, die zijn enorm belangrijk. Dus nu komt de volgende uitdaging en dat is hoe krijgen we alle zorgvoorzieningen zo goed mogelijk in de buurt. Zoals we bijvoorbeeld in Noord nu gedaan hebben met Lopez Diaz, dat moet eigenlijk ook hier in de gemeente. Dat is enorm belangrijk, want de gemeente vergrijst. Dus we moeten gewoon de komende jaren inzetten op voorzieningen in de wijk. En ook in de gemeente moeten die zorgvoorzieningen beter. Er wordt nog wel eens gedacht dat de gemeente al zo traag is en dat het al zo lang duurt en dat het al dingen. Maar in 13 dagen is iets heel moois ontstaan hier aan de muur. En dat ga ik zo dadelijk met de voorzitter Alexander onthullen. Zo mooi is het nou. Ik heb de foto ook nog niet eerder gezien dan vandaag. Maar het grappige is wel dat die eigenlijk van de verkeerde kant genomen is. Want u ziet aan de horizon Almere en niet Hilversum. Toen straks is deze foto onthuld, u bij zijn burgemeester en wethouders en de voorzitter van de Stichting de Gemeente. We zeggen allemaal, het is een verkeerd om foto. Ja, door Almere erop staat en niet naar Hilversum. Ja. Dat is een mooi verhaal, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dat je op zichzelf natuurlijk een hele mooie foto, als je kijkt vanuit de grondgordel genomen, hè, met een vliegtuig. En een prima wijds gezicht. Maar inderdaad, als we aan de andere kant hadden genomen, dan had je, bij wijze van spreken, heel in ieder geval de tv-toren kunnen zien liggen. Het wordt misschien wel een keer in de grote gemeente te gooien, maar bij Hilversum. En eigenlijk de meet dan een centerpositie gaat innemen. Oh, jullie zien hem al zitten? Ja, we zien het wel zitten, absoluut. Maar dat, we weten gewoon dat men daar langzamerhand mee bezig is. En ook terecht natuurlijk om, laat ik zeggen, het hele Gooi om te vormen tot één Gooi-gemeente. Hoe het ook mag gaan heten. En dan zijn wij natuurlijk een hele centrale positie als de wijk, de gemeente. Lopez Diaz, dat is helemaal gemoderniseerd, dat is helemaal open gegaan, heeft een heel breed karakter, invalshoek. Is dat eigenlijk ook de volgende stap om dat hierna de hele moment ook zoiets te ontwikkelen? Nou, je moet het zo zien, we hadden hier eigenlijk aan de Noordermeent, wilden we zoiets. En dat was heel moeilijk te realiseren. En toen zijn we eigenlijk teruggegaan
naar back to basics. Van waar kunnen we nou met middelen die we hebben zo groot mogelijk rendement krijgen. Zoveel mogelijk mensen die daar betrokken. Dat gebeurt nu. Dat is hier nu gebeurd. Dus een volgende stap. Eerst moet dit nou die droom van de voorzitter helemaal vol. Er is ook hier een informatiecentrum. En dan komen de dingen dan na wel weer. Maar we moeten een beetje af van het in grootse termen denken. We gaan alles organiseren. Maar we gaan kijken van wat er al is. Wat we daaraan kunnen verbeteren. En dat is hier nu gebeurd. Maandag 20 januari bezocht minister Plasterk onze gemeente. Hij sprak onder andere met raadsleden over de komende verkiezingen en over het probleem om goede kandidaten te vinden. Wij wilden u graag in dit onderdeel van het programma iets vertellen over de lokale politiek en wat wij ook doen aan communicatie om de lokale politiek voor het voetlicht te brengen en ook burgers daarbij te betrekken. Hebben jullie problemen om kandidaat raadsleden te vinden? Of hebben partijen problemen om die te vinden? Nou, ik denk dat u dat straks ook, daar hebben we het tweede deel van het gesprek ook over. Dat kunt u ook aan zichzelf vragen. Maar mijn beeld is dat dat niet zo is. Okay, ik weet ook in de grote steden wordt omgevochten om een verkiesbare plaats. Nee, daar heb ik toch een lijst met 40, 50 mensen. Dus, ja. En dat zijn toch niet allemaal mensen die erop staan om de lijst te vullen. Ik laat ze even positief uit Noordwijk, want die wilde een lijst, die wilde meer dan 50 kandidaten. Dat mocht niet. En dat mag niet van de wet. En die willen daar ontheffing van, geloof ik, maar dat is echt ja, dat, op een gegeven moment, ja, de wet is de wet, maar het is niet een goed teken dat mensen over kandidaat. Zeker, ja. Maar wat we doen is dat we de afgelopen 6 jaar, nou jij kan het vertellen, een kleine 200 mensen langs hebben gekregen die de cursus gemeentepolitiek volgen. Ja, het is een introductie waarin de griffierende bestuursadviseur vertellen hoe werkt nou zo'n gemeente. Op heel basaal niveau, hoe kan je ook invloed uitoefenen. Een van de onderdelen is een speeddate met politici. Nou ja, de burgemeester is er ook bij geweest met enkele wethouders. Nou, iedereen hartelijk welkom op deze bijzondere bijeenkomst. Op verzoek van de minister. Die zich wat nader wil oriënteren over de voortgang van de weg naar de verkiezingen. Maar ook over het vinden van raadsleden en van het zoeken van de juiste mensen, de juiste personen. En we hebben net al iets verteld over hoe in Hilversum het politieke speelveld eruit ziet. En we hebben even alle namen met hem doorgenomen, zodat hij een beetje voorbereid is. Nou, dank voor de ontvangst, meneer de burgemeester. Mijn oude baas ook, was hoofdredacteur van de Volkskrant toen ik daar als columnist mocht schrijven. Ik moest om het jaar op functioneringsgesprek. Dus, begrijp de verhoudingen. Hoe het lopen kan. Ik dacht, ik kom eens een rondje bij u horen hoe het allemaal gaat. En misschien ook wat er nog zou kunnen verbeteren. En misschien ook, hoewel het natuurlijk primair hier gemeentelijk ligt, maar wat ik als minister van Binnenlandse Zaken ook nog zou kunnen doen om de positie van raadsleden verder te ondersteunen. Want er komt natuurlijk veel op u af, ook in de komende periode. En het is denk ik in het belang van de burgers dat het allemaal goed gaat. Dus ook wat dat betreft ben ik geïnteresseerd om van u te horen. Maar verder sowieso, ik bedoel, dit is wat mij betreft een werkbezoek aan een gemeenteraad. Dus ik laat het helemaal aan u wat u vindt dat er op tafel zou moeten komen. Ik ben van een lokale partij. En wij hebben ook moeite om goede mensen te krijgen. Mensen die ook natuurlijk kunnen functioneren in een raad, moeilijke stukken kunnen lezen en vertalen. Maar om te beginnen denk ik dat politici een heel slecht imago hebben op dit moment. Staan in het rijtje van dieven en autoverkopers. En dan zijn jullie weer de politicus thuiskomen. Nee, heb dat zelf ook gemerkt. Op het moment dat je besluit om politicus te worden, het lijkt wel of je op dat moment wordt gezien alsof je over een muurtje stapt en vanaf dat moment ook thuis hoort bij de graaiers en de plusplakkers. En dat imago, dat helpt niet mee om goede mensen te vinden. Dat politiek bashen, dat is heel slecht. En ik vind ook dat mensen moeten een redelijke vergoeding krijgen, maar er is voortdurend een neiging om dat verder weer te verlagen. Je kunt het elk jaar weer 10% afhalen en is volgend jaar weer iemand die voorstelt om er weer 10% van af te halen. Dat is nooit goed. Dus dat moet ook wel een keer stoppen. Een stuk invloed hebben op lokale besluitvorming, wat heel belangrijk is. En dat dreigt met die fusies weg te kwijnen. Terwijl er voor die fusies eigenlijk geen enkel argument is wat ervoor spreekt. Er is heel veel empirisch onderzoek gedaan, zowel in praktijk als in theorie. En eigenlijk is altijd
eenduidig de conclusie, niet te doen, die fusies. Van Twist, ja, die heeft er onderzoek naar gedaan en dan blijkt er dus, in die zin heeft het misschien een beetje allebei gelijk, hangt het ook van het proces af en van waar het initiatief heeft gelegen, of men na de hand er tevreden op terugkijkt of niet. Dus ja, het is wel van de omvang van de gemeente. Kijk, twee gehuchtjes samen. En het gebied. Een goede grote regiogemeente, maar daarbinnen zul je ook heel nadrukkelijk aandacht moeten geven. Hoe ga je om met die kern naar binnen? Met het bestaande Hilversum en met al die dorpen. Hoe zorg je dat daar een aansluiting is tussen politiek, bestuur en wat er op dat gemeenschapsniveau moet gebeuren? Want het kleinste niveau wat we moeten bedienen is echt het gemeenschapsniveau. En er zit toch een trade-off, lijkt mij, en uiteindelijk, ja, ieder moet gaan natuurlijk over zijn eigen opvatting erin, een uitwisseling tussen aan de ene kant de plezierige nabijheid die je op de kleine schaal hebt, en aan de andere kant de daadkracht en de mogelijkheid om echt door te zetten die je hebt wanneer je bestuursniveau samenvalt met het niveau waarop de beslissingen genomen worden. In 2010 hebben maar volgens mij 54,5% van de Hilversumse bevolking gestemd, en ik denk dat dat ook een beetje aangeeft of de burgers betrokken zijn bij de gemeenteraden. Dus misschien kan het vanuit het Rijk instrumenten gebruikt worden om de opkomsten te verhogen. Ik denk dat de keerzijde is wel dat daardoor natuurlijk het wordt er een race van gemaakt, landelijk. En dat zal wel opkomstbevorderend zijn. Want dan denken mensen van nou ja, dat wordt nog heel spannend. En dan, maar nogmaals, er zitten ook twee kanten aan, want eigenlijk zou het daar niet moeten, over moeten gaan. Het zou natuurlijk moeten gaan over wat er lokaal speelt. Landgoed Zonnestraal heeft maandag 20 januari de plannen bekendgemaakt rond het herstel van het oorspronkelijke landschap. Belangstellenden waren om 8 uur uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het hoofdgebouw van Zonnestraal. Landschapsarchitect Peter de Ruiter gaf een presentatie. Waar het vanavond om gaat is een doorkijk zeg maar, naar de maatregelen die komend jaar gaan plaatsvinden in het kader van het landschapsplan van het landgoed Zonnestraal. Wat je dus eigenlijk hebt in de huidige situatie is dat het bos aan de zuidzijde eigenlijk helemaal is opgerukt tot die paviljoens. En dat aan de noordkant, aan die kant, eigenlijk min of meer open gebied is ontstaan. En wat eigenlijk nu de bedoeling is, is om juist aan die kant dus weer bos toe te voegen. Dus echt het bos als rugdekking. En aan de zuidzijde weer het zicht op de hei, ook het zicht op een betere toekomst. Dit is de huidige situatie van het landschap. En zo moet het landschap eruit komen te zien. Wat we vanavond hebben proberen uit te leggen is dat het vooral gaat zeg maar, om het ensemble van Duiker. Dat is zeg maar, het hoofdmoment van het landgoed. Om die zeg maar, zijn oorspronkelijke ruimtelijke situering weer terug te geven. Dus een bos als rugdekking en de hei als zicht op een betere toekomst. Dus de situatie van rond 1931, dat is een beetje zeg maar, het eikpunt voor de restauratie van het landschap rondom het hoofdgebouw. De exacte hoeveelheden te kappen bomen, dat is niet helemaal bekend. Want het gaat er ook om van ja, wat voor type bomen zijn het. Dus zeg maar in dat heidegebied wat weer wordt opengemaakt, er staan een aantal bomen die ook al in de situatie 1931 stonden. Dus die handhaven we juist. En er staat ook heel veel Amerikaanse vogelkers. Dus dat is eigenlijk gewoon bomen die je sowieso niet wil hebben. Dus de exacte aantallen, die moeten gewoon in het veld ook gaan ontdekken, zeg maar. Het broedseizoen begint 15 maart, dus we hebben nu nog een kleine 2 maanden om het te vellen, zeg maar, dat deel. En dan wordt tegelijkertijd ook ingeplant, hè? Dus het vellen gebeurt en dan een week later proberen we ook gelijk het inplanten aan de andere kant van het hoofdgebouw te doen. Oversteken is voor blinden en slechtzienden vaak levensgevaarlijk. Wij spraken met Marleen Rozema over dit probleem bij het kruispunt Lopers-Dielslaan-Cupstraat, waaraan zij woont. Hoe zijn de oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden in Hilversum? De oversteekplaatsen zijn vrij wisselend. Op sommige oversteekplaatsen liggen geleidelijnen, dat zijn van die ribbeltegels. Mm-hmm. En op sommige oversteekplaatsen staat bijvoorbeeld een paaltje. Of auto's parkeren op de oversteekplaatsen. De ribbeltegels liggen te ver in de bocht en dat is niet veilig, omdat dan je niet goed gezien wordt bij het oversteken. En je niet recht over kunt steken. Mm-hmm. Dus niet elke oversteekplaats is even veilig. U heeft ook zelf hier een aanvraag gedaan voor een oversteekplaats. Hoe is die aanvraag verlopen? Werd u meteen geholpen door de gemeente? Ja, absoluut. Het is op zich petje af voor de gemeente die direct de situatie heeft opgepakt en is langsgekomen en heeft geconcludeerd dat de oversteekplaats inderdaad niet voldeed. Dezelfde week is ook de gidslijn is verlegd.
Maar het feit is wel dat er auto's op blijven parkeren en dat het niet voldoende is om hier een veilige oversteek te creëren. Ik hoop dat hier een zebrapad wordt neergelegd, of in ieder geval ook een drempel, zodat het verkeer moet afremmen, want ze rijden behoorlijk hard. En een zebrapad ook om, om veilig over te kunnen steken. De gemeente zegt dat een zebrapad een schijnveiligheid zou kunnen creëren. Ik ben het daar eigenlijk niet helemaal mee eens, want ik denk dat een zebra je juist ook het recht geeft om... om aan te geven en als het wel misgaat. Op dit stukje zijn er al vaker ongelukken gebeurd, 3 keer zelfs. Hoe is het gekomen? Ja, dat klopt. Ik ben hier 3 keer aangereden. De eerste keer was met een fietser. En ik stond hier klaar om over te steken. Ik had mijn stok uit, hè, want je steekt eerst je stok uit voordat je gaat oversteken om dat bekend te maken. En er kwam een fietser hard aangescheurd en die reed eigenlijk gewoon mijn hond aan. En die vond het ook wel even nodig om te zeggen dat mijn hond dan maar beter had moeten uitkijken. En hij reed verder gewoon door. Dus dat was inderdaad heel akelig. De tweede keer was er ook een fietser. En ik was al halverwege het oversteken. En een fietser dacht dat hij er nog wel net even snel voor langs kon, maar die raakte me ook. En een keer een auto. Ik denk dat hij me gewoon niet gezien heeft. Ook omdat ik gewoon door de verkeerd liggende oversteek te dicht bij de bocht overstak. En die zag me niet, dus die stopte gelukkig net op tijd, maar dat was al bijna aanrijding. Ja. Wat betekent uw hond bij het oversteken? Het is een misvatting dat blinde geleidehonden helpen bij het oversteken. Blinde geleidehonden helpen inderdaad om veilig aan de overkant te komen. Dat wil zeggen, ze zoeken de dichtstbijzijnde stoeprand aan de overkant. Maar zij kunnen niet voor mij het moment van oversteken bepalen. Omdat honden geen afstand kunnen inschatten. Ze kunnen niet bedenken dat de auto 10, 15, 20 meter bij me vandaan is. Dus ik moet op mijn gehoor oversteken. Woensdagochtend 22 januari was er een voorleesontbijt bij kinderdagverblijf Villa Kakelbond. Martin Soeters las samen met zijn vogelvriend Raaf het kinderboek Krokodil voor. Arme krokodil! Er is helemaal niemand die met hem wil spelen! Zielig! Krokodil! Daar gaat hij! Wat is hij lang? Wat is nou eigenlijk het probleem met die oplaadpalen in Hilversum? Waar is het er maar? Dat is eigenlijk het probleem. Er zijn een aantal oplaadpalen neergezet in Hilversum en in de rest van Nederland vorig jaar. Maar de stichting die dat gedaan heeft, ILAAP, die is door haar budget heen. En dat betekent dat je op een andere manier moet kijken hoe je die laadpalen neer kan zetten. Want er zijn heel veel auto's aangeschaft eind vorig jaar die stroom nodig hebben. En op dit moment zijn er gewoon niet genoeg aansluitpunten. De gemeente zou natuurlijk zelf iets kunnen doen om die dingen neer te zetten. Maar ja, dat kost ook geld. En daar is op dit moment niks voor begroot. Maar er zijn ook wel particulieren die zeggen van, nou, laat mij dan zelf zo'n paal neerzetten. En de ANWB is met een pilot bezig om dat voor elkaar te krijgen. Die zeggen van, nou, wij willen daar wel bij helpen, hè, als organisatie. En daar zou de gemeente dan aan mee kunnen werken. Maar ja, dan moeten er wel even wat probleempjes opgelost worden die nu in de weg zitten. Bijvoorbeeld het feit dat je als particulier een eigen laadpaal in de openbare ruimte zet. Dus niet op je eigen grond, maar op grond van de gemeente. Nou, dat is juridisch, dat mag niet zomaar, er mag niemand. Dus ook een oplaadpaal mag daar niet zomaar neergezet worden. Dus daar moet je afspraken over maken. En punt 2 is dat in wijken waar je best veel parkeert, waar de parkeerdruk hoog is, dus waar veel vraag is naar parkeerplekken, waar die altijd vol staan, is de vraag, ga je zo'n plek dan reserveren voor zo'n elektrische auto? Of mag iedereen daar gewoon staan? Kijk, als je zo'n laadpaal op een handige plek neerzet, dat er vanuit die laadpaal meerdere parkeerplaatsen bediend kunnen worden, dan hoef je misschien zo'n plek niet eens te reserveren. Dan zou je dat gewoon bereikbaar kunnen maken. Maar dat moet gewoon een beetje vaart achtergezet worden. Kijk, want elke keer als je zo'n hybride auto bijvoorbeeld, als je die niet oplaat, ja, dan start je gewoon op diesel of op benzine. Ja. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling van de Rijksoverheid geweest, toen ze fiscaal die auto's zo aantrekkelijk gemaakt hebben. Wethouder Lonjoren, bent u blij met het feit dat het gebruik van elektrische auto's steeds meer toeneemt?
Ik ben uiteraard blij met elke inspanning die onze burgers extra doen om duurzaamheid te bevorderen. Dus of dat nou is het isoleren van huizen of het rijden in elektrische of hybride auto's. De toename daarvan juich ik zeer toe. Het totaal aantal palen en auto's weet ik niet. RDW weet hoeveel auto's waarschijnlijk het zijn, omdat die alles registreren. De palen is natuurlijk divers. Er zijn natuurlijk ook mensen die op privéterrein een paal hebben staan. Dat kan gewoon. En die ken ik niet. In de openbare ruimte, want daar gaat het vraagstuk vaak over. Daar hebben we met ILAT inmiddels 4 neer laten zetten en de 5e komt in februari. We hebben er 2 op het Mediapark betaald, dus daar zijn we blij mee. En in onze eigen parkeerplaatsen, we hebben een paar parkeergebouwen, hebben we er ook een paar gezet. Dus er staan er al best wel een aantal, maar we willen er natuurlijk meer. Ons streven is voor de eerstkomende korte periode dat we naar 15 groeien. Maar ik hoop natuurlijk dat het een veel grotere vlucht gaat nemen. Wij gaan niet de palen zelf financieren. Dat moeten mensen die het aanvragen doen of bedrijven. Ik ben geen BP of Shell. Maar wij willen natuurlijk wel dat als mensen een paal aanvragen op een plek waar het kan, helpen om de openbare ruimte eromheen in te richten. Er verdwijnen steeds meer videotheken uit het Gooi. Eind deze maand telt het Gooi er nog maar 4. Het huren van films bij een videotheek wordt steeds minder populair door de verschillende online filmaanbieders. Willem Doorland, eigenaar van de Hilversumse Filmclub, denkt niet aan stoppen. Hoe is het om als laatste videotheek over te zijn in Hilversum? Dat was een vreemd gevoel. Vorig jaar april gebeurde dat. We waren een van de eerste in 1983. En het was een vreemd gevoel om als enige over te blijven in Hilversum en de directe omgeving. Ik vind het ook jammer voor de branche dat er aan de andere kant van Hilversum niet nog een videotheek is, want er is best plaats voor. Maar ja, dat ligt aan anderen natuurlijk om alsnog daar te beginnen. Ik zelf heb daar op dit moment niet zo gek wat trek in, gezien mijn leeftijd ook. Ik vind dat wel goed. Hoe houdt u stand? Hoe hou ik stand? Door ervoor te zorgen dat we constant de nieuwste films hebben, in grote voorraad, altijd geopend zijn van 12 tot 10... een vriendelijke service en een goed advies te kunnen geven. En er zijn gelukkig nog een hele hoop mensen die daarvoor komen. Voor dat advies, voor die gezelligheid, voor die goede films. Hoe zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? Wij gaan rustig door. Zoals al gezegd, we hebben steeds nog nieuwe mensen. We houden stand door constant de nieuwste films in huis te hebben. We hebben in al die jaren een enorm groot klantenbestand opgebouwd. En daar beduren we op voort. Heeft u nog naar uw zin? Jazeker. Voorlopig ga ik toch niet met pensioen, want ik heb nog geen zin om 7 dagen per week thuis te zitten. Ik ben 42 jaar getrouwd en krijg ik alsnog echtscheiding. Daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon gezellig getrouwd blijven. Lekker met mijn klantjes een paar dagen per week. Filmpje kijken. Filmpje bepraten. En gezellig met de mensen omgaan. Dat vind ik heerlijk. Ik heb het nog steeds enorm naar mijn zin. Museum Hilversum opent morgen 25 januari het project Oh My God. En het project loopt tot en met 1 juli. En de aanleiding is het vertrek van de zusters Augustinessen van Sint Monica, die op de Monnikenberg zitten en die in mei weggaan. Het project gaat over religie en geloof. Het museum heeft een speciale video-etage gemaakt met elke maand wisselende video's over het thema religie en geloof. Maar het publiek kan ook de eigen kunstschat naar het etage brengen. Wij gaan het op een prachtige manier laten zien. Met begeleidende films en videoopnames van wat ik me even noem religieuze leiders. En we noemen dat wel een beetje crowd art. Dynamisch, nieuw, omdat ook die crowd art elke maand wisselt. Net als die videoetage. En hebben we daar bovenop hebben we nog een etage over DNA van het Gooi. Bedoeld voor iedereen die de relatie met kunst en het Gooi, de geschiedenis wil leggen. Kortom, Oh My God wordt een heel rijk project, een lang project. En misschien wel het beste wat we ooit gehad hebben. Sinds woensdag 22 januari exposeren derdejaarsstudenten van het MBO-college Hilversum op de kop van de Gooise Brink. Opdracht, ontwerp en maak een trenchcoat. En daarnaast zijn er ook nog andere ontwerpen te zien. Ik heb niet het klassieke model gekozen. Ik heb echt zelf iets
ontworpen. Ik heb hem zelf op hele schaal gemaakt omdat ik zelf leuk vond om hem zelf ook aan te doen. En het moest natuurlijk van plastic, maar vuilniszakken, dat vind ik zelf niet zo mooi. Ik heb eigenlijk gekozen voor twee grote bronnen die mij heel lang hebben geïnspireerd. Gladiator versus punk rock. Ik heb voor een halve schaal gekozen omdat ik denk lekker minder werk, het is met plastic. Ik heb geprobeerd door verschillende materialen het een nieuwe tint te geven, een nieuwe draai. Ik heb er dan bijvoorbeeld een capeje bij gedaan, dat vond ik wel apart. Dat is totaal anders. En een normale trenchcoat die heeft hieronder dan, ik weet niet of ik kan even laten zien zo, of ook van die epauletten zitten met een knoop erop. En ja, of aan deze kant of aan deze kant een flap. Maar waar meestal ook zo'n knoop op zit. Maar die heb ik er ook afgelaten. Ik hou zelf van roze glittertjes. Vandaar dat het band eromheen zit. En de knoopjes zijn gemaakt van kralen. En glittertjes eromheen gedaan. En de ceintuur eromheen. Wat hoort wel bij een trenchcoat. Dit is airbag. Komt uit een auto. Zou je niet denken. Heb ik zelf de vorm erin gemaakt. Mouwen erin gemaakt. En ja... Omdat het materiaal zo stevig is, krijg je van die enorme schouders. Ziet er ook heel sportief uit als je het aan hebt. Ik wou het een beetje uitdagend hebben, want de broek die is van de zijkant helemaal open. Dus mijn model is ook zonder ondergoed erin gegaan. Dus dat je echt durft te laten zien wat je hebt. Moeilijk om mee te werken, want je kan heel moeilijk mee vouwen. Ik heb hier dan met mijn revers en dat moet je altijd omvouwen. En met kragen ook. En het is gewoon heel lastig, maar... Het is best goed gelukt. Ik begin meestal met ontwerpen gewoon. En dan komt de idee gewoon pas later wat ik ermee kan doen. Zo kwam ik op dit. Ik heb hier autogordel gebruikt. Dit is vinyl, gewoon voor vloer en dat soort dingen. En dit is een soort waterdichte stof dat ze meestal gebruiken voor soms duikkleding en dat soort dingen. Ik ben er ongeveer 2 maanden mee bezig geweest. 3 weken. Of 2 uurtjes maar. 3 weken ongeveer. Een hele dag. Daar heb ik ongeveer een halve maand over gedaan. Van het maat nemen en dan van het maat nemen maak je de patronen. Dan ga je er een proefmodel van maken. En dan ga je kijken of het proefmodel goed past op je klant. Past dat, dan ga je de patronen goed aanpassen, eventueel nodig. En dan ga je de echte maken. Ik heb het gewoon uit de hand patronen getekend en mezelf opgemeten. En in de hoop dat het zou passen. Ik had er wel vertrouwen in dat het zou lukken. En op het eind heb ik gewoon bedacht van ik vind het leuk om op de randjes glittertjes te doen en roze en dat het toch wel bij mezelf blijft. Gladiator is het gebruik van leer. De shoulder pads die je ziet, heel veel abstracte figuren, heel veel inhechtingen, een soort stukken armor, stukken harnas. En daar heb ik dan het materiaal voor gebruikt. En punkrock, dat doe ik door de kleurencombinaties. Mijn kraag, ik wou een aparte kraag. En dat was de bedoeling dat die achterom zou lopen naar mijn strik op de achterkant. Alleen dat werd een beetje heel lastig om dat vast te krijgen. Dus daar heb ik gewoon voor gekozen om een ceintuur te doen. Ja, hij is ook heel anders dan normaal. Ik zal het even laten zien. Normaliter heb je aan de achterkant een sluiting. Ik heb hem aan de achterkant zo gemaakt dat hij zo goed past dat hij gewoon een open rug heeft zonder dat hij ergens aan vast zit. Grote variëteit, gedurfde ontwerpen en met onorthodox gebruik van materialen. Nu al wordt de kleding van de toekomst getoond. Maar of die ook al draagbaar is? Hij is draagbaar. Hij is ook lekker warm. Het hoeft er niet per se draagbaar te zijn. Deze is totaal niet draagbaar eigenlijk. Het is niet draagbaar. Ik heb hem zelf aangehad. En ik vind het zelf wel heel leuk, alleen wel jammer dat het doorzichtig is. Vroeger als bijvoorbeeld de vrouw ergens aankwam, dan moest ze stoppen om te kijken. En dat wilde ik dus met deze jurk uitdragen. Gewoon dat je moet kijken. Precies. En het mooie is dat u dat nu ook kunt doen. De expositie is tot en met aanstaande zondag te zien. Wethouder Lonjoren, bent u blij met het feit dat het gebruik van elektrische auto's steeds meer toeneemt? Ik ben uiteraard blij met elke inspanning die onze burgers extra doen om duurzaamheid te bevorderen. Dus of dat nou is het isoleren van huizen of het rijden in elektrische of hybride auto's, de toename daarvan juich ik zeer toe. Nu gaan we het even over de palen hebben. Hoeveel palen staan er nu in Hilversum en hoeveel elektrische auto's hebben we nu in Hilversum? Het totaal aantal palen en auto's weet ik niet. RDW weet hoeveel auto's waarschijnlijk het zijn, omdat die alles registreren.
De palen is natuurlijk divers. Er zijn natuurlijk ook mensen die op privéterrein een paal hebben staan. Dat kan gewoon. En die ken ik niet. In de openbare ruimte, want daar gaat het vraagstuk vaak over. Daar hebben we met ILAAT inmiddels 4 neer laten zetten en de 5e komt in februari. We hebben er 2 op het Mediapark betaald, dus daar zijn we blij mee. En in onze eigen parkeerplaatsen, we hebben een paar parkeergebouwen, hebben we er ook een paar gezet. Dus er staan er al best wel een aantal, maar we willen er natuurlijk meer. Ons streven is voor de eerstkomende korte periode dat we naar 15 groeien. Maar ik hoop natuurlijk dat het een veel grotere vlucht gaat nemen. Zelf palen aanschaffen hebben we gedaan via ILAAT, maar dan zijn de palen ook van ILAAT. Wij zijn zelf niet een tankstation op het gebied van elektriciteit aan het openen. Hè? Ik bedoel, dat vinden we echt voor het bedrijfsleven. Ja. En dat komt ook op. De markt komt in beweging zoals ze ook in beweging moet komen. Dankzij het duwtje wat we met z'n allen in Nederland aan het geven zijn met dat faciliteren wat we tot nu toe doen. Op de site van de ANWB staat dat je het ook kan aanvragen via de ANWB. Wat vindt u daarvan? De ANWB heeft met name ook aangegeven dat je met huisaansluitingen zou kunnen werken. Dat vinden wij een interessant idee. We hebben dan ook eind vorig jaar contact al opgenomen met de ANWB en afgesproken dat als zij aanvragen krijgen, dat ze dat aan ons doorgeven. Want mensen vragen het soms bij ons direct aan, maar soms stappen ze naar zo'n organisatie. En dan is het handig als deze mensen doorverwezen worden naar ons. Dus wij kijken daar natuurlijk gelijk naar. Ja.